moeten de mensen niet gewoon genoeg ervaring hebben om te gaan besturen? Want de mensen die u aantrekt, die moeten eerst een opleiding krijgen, een beetje ervaring opdoen. Die kun je toch niet meteen laten besturen? Ik denk als de lijst dadelijk bekend wordt dat er een aantal hele mooie verrassingen in zitten. We hebben echt een goede lijst, een kwalitatief goede lijst. Wij zetten niet mensen op de lijst om een lijst te vullen. Nee, je moet echt aan bepaalde criteria voldoen. Welke? Nou, je moet de juiste houding hebben, je moet weten wat volksvertegenwoordiging inhoudt en daarvoor achter staan. Je moet die roeping hebben. Nou, als je dat hebt, dan ben je al heel ver. En vervolgens moet je in die vaardigheidstraining en die klasjes moet je daadwerkelijk ook excelleren en moet je ook daadwerkelijk scoren. Als je dat hebt, dan kom je bij ons op een lijst. En we maken niet een lijst om een lijst te hebben en om maar te vullen tot 50. Nee, alleen die mensen die bij ons de drempel halen en die goed genoeg zijn, komen op een lijst. Hoeveel mensen komen er op de lijst bij de PVV in de gemeenteraadsverkiezingen van Sittard Geleen? Dat zal een beperkt gezelschap zijn en dat is een verrassing die eind van deze maand bekend wordt. Waarom niet nu? Omdat we die mensen nog op dit moment nog op de laatste klasjes hebben zitten en we zijn nog bezig met de laatste details. En daar kunnen nog kleine verschuivingen zijn en ik wil die mensen ook de kans geven om zich dadelijk zelf te presenteren.